Hebben jullie het ook weer gelezen? Ja, de Raad voor de Cultuur, die hebben ook nog een onderzoekje verricht. Die hebben een rapport geschreven over dat hele MeToo-gebeuren bij de Voice of Holland en noem maar op. En een vervolg daarop. En dus die zijn nu tot de conclusie gekomen dat dit maar het kleine topje van de ijsberg was, dat hele Voice-gebeuren. Nou, en wat lezen we dan? He, qua dat er nog onder die ijsberg zit, dat er dus mensen zijn die beginnen nu te klagen over dat ze bij de televisie hebben gewerkt en dat ze dan zijn beledigd of uitgescholden door een presentator. Beste vrienden, toen ik dat las, nou, toen had je me niet blijer kunnen maken. Want toen dacht ik bij mezelf, oh, zou het over mij hebben? Ja, dat, ik denk, oh jee, nou ben ik aan de beurt. Ja, want in de top van mijn tijd, zeg maar, van mijn zogenaamde roem. Nou, toen was ik heel ongezellig, vrienden. Dat kan ik je wel vertellen, hoor. Ja, dat was helemaal niet leuk. Nee. En waarom niet? Je wil gewoon dat de mensen die voor jou werken, die moeten niet gewoon 100% geven. Nee, die moeten 150 of 200% geven. Ja, want je komt aan de top, zou ik maar zeggen. Als je daar één keer bent, dan wordt het pas lastig, vrienden. Dan wordt het pas moeilijk vasthouden om daar te blijven. En dan moet je gewoon elke dag knallen. En dan moet je de focus hebben. En gewoon heel goed werk afleveren. En dan heb je geen tijd voor de middelmaat en voor de zwakke broeders. Maar, dus, ja, maar die komen dan toch ineens in jouw beeld. Ja, en dat kan je dan niet verdragen. Je denkt toch niet dat Linda de Mol, of wie dan ook, dat hij leuk is. Dat is gewoon een bitch. En die Irene Moors van hetzelfde laken en pak. Die Carlo Bossaert natuurlijk geen gezellige goot. De John de Mol, wat denk je daarvan? Als die boos wordt. Als je die telefoon hebt, kijk, heb je zo'n bloemkooloor. Joop van der Ende, dan noem ik er nog even eentje. Die scheldt iemand gewoon voor rotte vis uit. Dat je het een maand lang ruikt gewoon. Zo zit dat gewoon met die mensen. Ja, en dat mag dan kennelijk niet meer nu. Volgens het rapport. Want dat is dan zogenaamd grensoverschrijdend. En dat is onveilig. En dan voelen die mensen zich heel erg bedreigd op de werkvloer. En noem maar op. Sinds wanneer krijgt de middelmaat, sinds wanneer krijgt zwak, nou ineens een podium? Krijgen die het een beetje voor het zeggen, hou nou toch op zeg. Nou gaat die MeToo-beweging, die schiet helemaal de verkeerde kant op. Ja, kijk, als mensen dingen niet goed doen, als ze slechte dingen regelen of noem het maar op, dan heeft dat toch direct invloed op de uitzending en ook op mij, want ik sta in beeld. Dus dan mag je daar toch iets van zeggen of niet? Ja, en dat gebeurt dan ook, ja. Maar aan de andere kant heb je gewoon ook mensen die gewoon wel heel goed werken. En die nooit een woord van mij hebben gekregen. Nee, cameraploegen die gewoon 15 of 20 jaar lang met mij elke dag op pad waren. Ja, en geen onvertogen woord. Nee, en waarom niet? Omdat ze hun werk goed doen. Ja, en nou beginnen ze dus te zeuren over, als je er wat van zegt, dan is dat grensoverschrijdend. Ja, hey, amahula. Hey, slecht werken. Dat is grensoverschrijdend.